Nou, daar staat hij dan. Mijn nieuw N1S van 29 november 2017. Hij is zo goed als eigenlijk totaal los. Want de accu heeft het begeven, die stuk. En een nieuwe accu is 1300 euro. En er moet een nieuwe achterband op, dus ja. Dat ga je niet doen. Dus hij gaat weg. Ik baal er ontzettend van, want dat was toch 3100 euro. En dat in drie jaar en een maand of vijf. Hier, 12.741 kilometer staat erop. Dus dat is niet echt veel. Nou, ik kan niet goed zien, geloof ik, maar 12.741 kilometer. Er zijn gewoon een aantal cellen kapot van de batterij. Dus, ik ga niet nog een keer een nieuwe scooter kopen. Want dat is gewoon veel geld. Dus ik ga nu een Ego S4, geloof ik, kopen. Die kost 1600 euro. Dan heb ik ook 2 jaar garantie. Alleen kost dan een accu 599 euro. Dus binnenkort meer over de nieuwe scooter die ik ga kopen. Wel weer een elektrische, want dat bevalt me ontzettend. Ik baal ervan, want het is een fijne scooter om op te rijden, die nieuw. Maar ja, 1300 euro voor een batterij. Nee, dat gaan we niet doen.